De NDP-parlementariër van Koroni, Joan Wielsen, heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling aandacht gevraagd voor de onderbezetting van de politieposten in het Kokos-district. Ook de huisvesting van de politiemannen laat te wensen over. Wielsen deed een dringende oproep aan het ministerie van Justitie en Politie om verandering te brengen in deze situatie. Voorzitter, dan denk ik terug aan het district Koroni, waar we sterk het KPS onderbezet is, omdat je nooit met 9 agenten een korps goed kan draaien en de veiligheid aan de burgers van Koroni kan verzekeren. Maar het staat en valt ook als je goede huizen hebt. Want willen agenten naar Koroni komen, dan moeten ze goede huizen hebben. En van hieruit heb ik gezien dat er onder deze code renovatie is opgebracht. En van hieruit vraag ik via u, minister, dat men gaat kijken naar de huizen, want ze zijn er. De huizen van KPS in Koroni. Ze staan in weer en wind. En dat die huizen dus gerestaureerd worden, via u naar de minister. En dat ze gaan werken aan capaciteitsversterking van het korps van Koroni. In september 2016 heeft de ex-minister van Justitie, Jennifer van Dijk-Silos, een meldpunt kinderbescherming geopend in Koroni. Echter kunnen onder andere misbruikte kinderen nog steeds niet begeleid worden, omdat er geen begeleiders aanwezig zijn. Ook dit knelpunt haalde Wielsen aan tijdens haar spreekbeurt. U moet ook weten, voorzitter, dat Koroni geen maatschappelijk, nog sociale, nog een sociaal werkster heeft. Geen één. Dus alle aanmeldingen gebeuren via het meldpunt. Vanuit de samenleving, vanuit de scholen. Dus al die aanmeldingen zijn daar. En wij vragen echt dat er nu wel gekeken wordt via het ministerie, via de minister van KPS, dat de onderbezetting tot het verleden mag horen. En dat ook aan onze kinderen en moeders in Koroni gedacht wordt door dit op te lossen. Tot zover NDP-parlementariër van Koroni, Joan Wielsen, gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement.